Hallo en leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video van Magic Arise. Amai, ik kom niet uit mijn woorden. Jullie zien het goed, we zijn hier in Plopsa Indoor Hasselt. Ja, het is super lang geleden dat we hier nog eens waren. Ik kreeg al klachten. Ze vroegen mij of ik nog leefde. Voilà, ik leef nog altijd. En we gaan hier even een update maken van hoe het nu is in Plopsa Indoor Hasselt. En ik ben alvast blij om Samson, Marie en ons Gertje terug te zien. En zo dadelijk is hier ook een meet and greet met Boomba en Boombaloo. Het is hier vreselijk druk. Er zijn nu schoolreisjes. Maar dat brengt wel een beetje feestje hier. Hè. Dus wat een feestje. Ik moet hier echt wel vaker komen. Ik heb echt geen idee wat ik hier nu al gezien heb en wat niet. Mijn laatste bezoekje was tijdens kerst. Dus ja, dat is al even geleden. Maar hey, ik ben wel blij om terug te zijn. En om zo dadelijk Boomba en Boombaloo weer te zien. Alle treinen die twee. En het is al best druk in de wachtrij ook. Dus ja, ik bedenk me nu dat Bobina sinds kort in Plopsa Indoor Hasselt ook is. Dus ik hoop een beetje dat we Bobina gaan zien. Want ik heb haar nog nooit hier gezien. Ja, Boomba en Boombaloo ook altijd leuk. Maar ja, Kimberly zelf. Ik denk, Kimberly, heb jij een foto met Boombina? Nee, voilà, kijk, voilà. Tijd voor een foto met Boombina. Geef een knuffel en dan gaan we draaien. En daar zijn ze dan, de twee gekste clowns van Plopsaland, Boomba en Boombaloo. Kei leuk om hem weer te zien. Jammer, geen Boombina, maar hey, ik kan niet alles hebben. We hebben Boomba en Boombaloo ontmoet, keileuk. Ja, Boombaloo vond ook dat het lang geleden was dat we elkaar hier nog gezien hadden. In Plopsaland de Pallen zien we elkaar natuurlijk vaker, maar hij was toch wel verrast om hem hier nog eens te zien. Dus keileuk. We gaan even kijken in de winkel hoe het zit met de Samson merch. En hoe het zit met de andere merch. Want daar ben ik al benieuwd naar. Kwestie dat we kunnen updaten, hè? Zo, de Plopsa winkel, hier ja, knuffeltjes en paraplu's van Paw Patrol en van Blue. Ja, ik heb liever Samson als Blue. Ik zie dat hier dingen verzet zijn. Vind ik dat positief? Ik heb geen idee. Heel veel drie biggetjes merch, ook van K3 weet ik niet, Mango. Ja. Dat is ook kokosstijl was. Feestje. Ah ja, wat een feestje. Ja, die. Even kijken, wat is dit? Oh nee. Ja, dat is wat ook. Ook Camille posters. Sorry, ja, ik ben heel enthousiast rond alles wat met Camille te maken is. Dat horen jullie. Sorry daarvoor. Samson, goed. Ja, een klein stukje Samson. De Samson Memo, Samson Dagspel, heel leuk spel trouwens. Verschillende boekjes, liedjesboek, stickerboek, dagboek, een Samson brooddoos, brooddozen, de bekers, de drinkflessen. Er staan wel geen grote boodschappen. Nee, helaas. De Samson uurwerkjes, verschillende puzzels, een boekje, dobbelpuzzel. Ah, ik zie hier nog spulletjes. Ik ben benieuwd. Het verkleed jurkje van Marie. De kerstbal met de sokken. De Samson knuffeltjes, Marie knuffeltjes. Een soort van drie biggetjes outfit. Samson en Marie stijl. Dat is omdat Marie in de drie biggetjes speelde. Want de show is daarna gedaan. En als jullie dit zien, is hem waarschijnlijk gedaan.
Oh, en de ene keer zien we iets anders, ja. God, ja. Ik heb een beetje, het is van DreamWorks, maar ik heb een heel hoog Disney gevoel. Ja. En blijkbaar is het iets dat op Netflix is. Ja, ik zeg, het is echt zoiets Disney-style. Ja, maar goed, ik heb liever veel meer Samsung. Ja. Ik ben trouwens heel blij om hier de Samsung-ballonnen te zien. Samen met die van Boomba. En er hangt er nog iets, ik weet niet direct wat is. Maar ik vind het heel fijn om Samsung te zien. Dat maakt me blij. Oké, ik heb even iets nieuws ontdekt. Ja, het is een Sneeuwwitje musical. Keileuk. En er staat dus gewoon een spiegel hier. Dat vind ik echt tof gedaan. Deze spiegel vind je ook terug in Plopsaland te Plannen in het hotel. En ik vind het fijn dat hem hier ook staat. In de shop. Ja, dat is echt leuk. Geen idee of dit bord hier al lang hangt. Maar ik heb het zelfs nog niet gezien. Het is een mooie reclame van Alvea. Met Boomba op en Maya. Nu, een heel grote kans dat we Maya vandaag ook nog gaan zien. Dus wel fijn, zo samen met Boomba. Hofleverancier. Dus ja, Alvea is dus gewoon hofleverancier van Plopsa. De hofleverancier van koning Plopsa. Oké, jongens, ik ga normaal niet vaak iets drinken. Maar ik ben nu wel blij dat ik het gedaan heb. Want ik merk in één keer nieuwe stoelen op. En stoel die ik heel leuk vind trouwens. Kijk, op deze stoel zie je namelijk Maria haar naam. Echt mooi in het font eigenlijk van Samson en Marie. En daar ook nog een poortje bij. Dus dat vind ik echt wel heel tof. Ik ben ook benieuwd of er nog ergens een van Samson is te vinden is. Er is trouwens ook een nieuwe van Boomba. Met eigenlijk het Boomba font en dan het Boomba hoedje. Dus keileuk. Hiernaast Kimberly staat Samson. Ja, dat is nog de oude stoel. Of ja, het oude versietje. Gewoon een font. Dus ik vind het wel fijn dat die in het Samsung Marie font. Dus ik hoop dat er ook nog een Samsung komt in het, met de juiste lettertype, zeg maar. Dat maakt het toch leuker. En deze mag Plopsaland altijd aan mij schenken natuurlijk. Vind ik niet erg als Plopsaland het doet. Ik heb nog altijd plaats in mijn museumpje. Dus als Plopsaland van iets af wil, be my guest. Nee, grapje. Plopsaland moet gewoon een eigen museum bouwen. Dan ben ik nog veel blijer. Ja, we hebben hier even geluk vandaag. Normaal gezien is Maya altijd samen met Willy. Maar Willy is er niet. Het is Flip. Het is heel bijzonder om Flip weer te zien, want Flip is er eigenlijk echt niet vaak. Dus ja, kei leuk. Ja, ik ben er blij mee. Ja, dat is geluk hebben. Ik ben niet heel zeker, maar volgens mij heb ik Flip alleen nog maar ontmoet in Duitsland. En voor Kimberly was sowieso de allereerste keer dat ze Flip ontmoet heeft. Dus ja, kei leuk. Kimberly die gaat even de scheve schuit bezoeken. Ja. Want Kimberly wil heel graag een foto van Piet Piraat. En ja, die zit op de scheve schuit natuurlijk, hè. Op ontdekking op de scheve schuit. Ja, ik ben benieuwd of Berend ook in de kombuis zit. En ja, Stien is sowieso niet aan het roer, want Piet is aan het roer. Dus ja, en Steven, ja, die hoort van boven in het kraaiennest. Daar helemaal van boven, maar daar is Steven ook niet. Dus ik denk dat Piet alleen hier is. Misschien is Bert hier. Bert van Diet.
Die komt binnenkort trouwens ook weer naar, of ja binnenkort, binnen een paar maanden komt die ook weer naar Klopsaland De Pannen. Voor een show. Het is niet bekend of ze ook naar hier komen. Ja, er zijn ook natuurlijk de Catnet-dagen. De Catnet-Halloween-dagen. En dan zou het kunnen zijn dat Piet en Bertus misschien naar hier komen, dat is niet zeker. Maar ja, je kan ze sowieso in De Pannen zien met een gloednieuwe Halloween-show. Dus ja, keileuk. Ja, we staan hier aan de Samson en Gert Carousel. Ik ben heel benieuwd wanneer dat Samson en Marie er ook een plekje op gaan krijgen. Maar het is alles dus heel tof om hier even te filmen. We zijn hier nog heel even in de winkel. Het park is bijna dicht, maar ik wil je even meegeven. Er zijn hier dus plopkoeken. Dus als je een plopkoek wil, hier kan je ze krijgen. Jam, jam, jam. Zo, hier staat nog wat informatie over de andere Plopsa-parken. En je kan hier ook de krantjes vinden, de krant van Plopsa. Superleuke krant, een echt verzamelitem moet ik wel zeggen. Met heel veel leuke informatie. En er is ook iets van uit en Hasselt, ja. Het is altijd fijn om een Hasselt te zijn natuurlijk, hè. En ik heb nog iets nieuw ontdekt. 100% dat dit nieuw is. Deze ja, heel leuke tekening van Boomba in de bus. Met een ferry of een cruiseboot op de achtergrond. Misschien is het tijd voor een Studio Holland cruiseschip. Zou ik wel heel tof vinden. Zo, dit was ons dagje weer in Plopsa in door Hasselt. Het was keileuk om hier weer even te zijn. We hebben een paar nieuwe dingen gezien. Ja, altijd fijne mensen hier. Leuke foto's, ik ben er heel blij mee. Ik hoop dat Kimberly het ook leuk had. Ja, Kimberly heeft zelfs niet gevlogd. Maar wil je een andere vlog zien van Kimberly en van Steven? Kijk dan heel zeker naar Magical Bucket List. Er staan momenteel heel veel leuke vlogs op, ook van Japan. Japan? Japan. Ik ben naar Japan geweest. Waar heb jij het over? Ja, Japan. Japan. Oké, okay, ik ben naar Japan. Japan. Okay. Japan. Dat is op zijn Frans. Japan. Nee, die zeggen Japan, geloof ik. Al sinds... Champion? Nee, Japan. Japan. En achter ons is niet Japan, maar wel Samsung. En ja, ik hoop binnenkort Samson weer terug te zien in het echt. Ja, dat kan natuurlijk ook met de zomershow die eraan komt. Iets met een, ja, iets met een leuke show. Goed. ja, het wordt iets met... Guinness Book of World Records. Als het. Goed, het gaat hier heel hard waaien. Zo dadelijk waaien we weg. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Als dat zo is, steek dan zeker een duimpje omhoog. Vergeet ook zeker te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En graag tot de volgende keer.